Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Mijn naam is Victor, achter de camera zit Gerard. En wij zijn vandaag in de koeienstal bij Jan de Vries. En we gaan vandaag dit biertje openmaken met zijn powerapparaat, namelijk de werklust. Er hangt eraan een kuilvoersnijder. Jan had al voorwerk gedaan, dus we hebben al een mooie plek bedacht om een bierflesje in te klemmen. Namelijk in het voerrek. Ja. Straks plop, valt een biertje erin. Krijg je er nooit meer uit. Oh, je hebt er al iets in gestopt. Ja. Ja. Je hebt al ik ben helemaal voorbereid, echt. Nou, kom maar op. Nou, gaan we weer. Ruige chauffeur, dat kan je zien. Kom eens kijken. Dit geluid. Het is ruig of niet? Maar hij is los. En heel. Ook dat nog. Ook dat nog. Jammer, hè? Het is moeilijker om een bierflesje te slopen blijkbaar dan om dan open te maken. Nou. Het is aangetoond dat je gewoon een bierflesje in de voerrek kan stoppen en dan open kan maken met een kuilvoersnijder. Mocht je nog een andere manier hebben om een bierflesje open te maken met een machine of een ander werktuig, geef het even door in de reactie hieronder. Geef ook meteen even een duim voor het filmpje. Vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal AGTD TV. Ik zeg tot volgende week. Mocht je nog een feestje hebben vanavond. Begin alvast met bier open te maken. Het duurt namelijk even, maar oefening baat kunst. Dat scheelt.